En de CLO-voorzitter Ronald Hooghart zal het voorzitterschap van de vakcentrale niet zomaar uit handen geven. Dit heeft hij vandaag meerdere malen benadrukt op een persconferentie in het CLO-gebouw. De bondsman reageerde op het feit dat enkele hoofdbestuursleden het vertrouwen in hem hebben opgezegd. In een motie van wantrouwen die gisteren is aangenomen door het merendeel van het bestuur staan zaken waaruit blijkt dat Hooghart op meerdere momenten in de fout is gegaan. En zo wordt gezegd dat de voorzitter de CLO naar de afgrond heeft gebracht door zijn dictatoriale houding. Hij zou ook meer met politiek bezig zijn dan met zaken van ambtenaren. Hooghart weerspreekt echter al deze aantijgingen. Er staat in de krant een bericht dat Hooghart is afgezet door een meerderheid. Door een motie. Er is geen enkele motie hier gekomen. En laat het duidelijk zijn. De voorzitter kan niet worden afgezet door een motie hier in deze kamer. Ik zal ze niet uitleggen hoe dat kan. Maar als je zegt vertrouwen op je naar voorzitter, dan joem dan erop. Kijk mensen, wat hebben ze ooit hier gedaan? Kijk achter u hier. Dit is ook een prayer van mij. Isab Seitsa. De mij bereken dat monija de mawana grong. De mawana sera santi. En mi stoppa san. Dat dat net sa. De man si prayer esperance ekba. De man si wa moni drape. De wana moni. Mijn boezemvriend hier, nu niet meer hoor, laat me het hard zeggen. Mike Miskin. Ik heb hem altijd eigenlijk gezegd, jij wordt de volgende voorzitter. En ik heb inderdaad, blijkbaar vorig jaar nog gezegd, dat na de verkiezingen van 25 mei, na die verkiezingen, dan ga ik afbouwen. Maar 2020 eindigt op 31 december. Hooghart ontkracht ook beschuldigingen als zou hij racistisch zijn als voorzitter van de CLO. Hij benadrukt dat dit nooit het geval is geweest in de ruim 20 jaar dat hij de vakcentrale heeft geleid. Die mannen willen in de vleespotten van VAP kan graaien. Isabi zei het. Met eigen man dat die oranje jongens beschikken over meer dan 35 miljard euro in dit land. Dat heb ik gezegd. En de boy onthouden. Met eigen man dat Yogi pretendeert dat op 300 hectare. Maar 300 hectare, ik heb gezegd 15 miljoen, maar het is 150 miljoen euro. Als je een vierkante meter grond, de gemiddelde prijs is 50 euro. Als je dat neemt, dan beheert de man 150 miljoen euro. En dan mag maar iedereen boos worden. Dan gaan die mannen maar aanvallen, Hooghart is racistisch. En dan Mikaar Blakkerman kiskesit op Facebook. Of app. Oesap de neem in aftaki. Oesap pas aan het mopo. Zo. Omdat ik, kijk, ik kan nooit een racist zijn. Ik ben te veel belaagd als neger. Aldus CLO-voorzitter Ronald Hooghart vandaag op een persconferentie. Het streven van de ontevreden hoofdbestuursleden om hem af te zetten zal volgens Hooghart niet zonder slag of stoot gaan.